Archipel 2012 komt eraan. Tijdens dit boekenweekend, dat genoemd is naar de debuutbundel van de Sint-Niklaasse dichter Paul Snoek, ontwikkelt er zich een keten van literaire eilandjes in de stad. Natuurlijk staat alles in teken van het boek, dus men mag zich verwachten aan een boel auteurs die hun nieuwe boeken komen voorstellen, literaire activiteiten, allerlei, poëzielezingen op verschillende plekken, rondleidingen, literaire wandelingen. Er is een boel te beleven, de Nacht van de Boze Dichters. Er zijn activiteiten op 9 locaties in de stad, met als hoogtepunt de activiteiten op zondag. Wij ontvangen Christophe van Gerwij in de Casino. Dat is een Sint-Niklaasse schrijver die zijn debuut maakt. En later op de namiddag ontvangen we ook nog Hugo Kamps. Die wordt geïnterviewd door Ruud Joos in verband met zijn nieuwste boek. Letterlente is een boeiend literair programma bij Standaard Boekhandel. We ontvangen 6 schrijvers, allemaal met hun nieuwste boek. Frank Paulet, Eef Rombout, Sabine Maas, Lies van Gassen, Christophe Wekeman en Herman Brusselmans. De archipelactiviteiten lopen eigenlijk al vanaf woensdag 18 april en eindigen op maandag 23 april, dat is de Wereldboekendag, met nog een literaire theatervoorstelling rond het werk van Dostojevski. Meer informatie is terug te vinden op de website. Bijna alle activiteiten zijn gratis.